Yo, what's up guys, welkom bij weer een nieuwe F1-22 video en vandaag de allereerste F1-22 setup video. En dat doen we natuurlijk op Silverstone, want we rijden op Silverstone dit weekend. Er zijn nog niet heel veel setups beschikbaar. Ik heb er in ieder geval eentje gevonden waarmee ik wel redelijk uit de voeten kan. Redelijke lage downforce setup, dus je hebt ook nog wat goede topspeed die je op de rechte stukken kan meenemen. Dat doen we vandaag. In de auto natuurlijk van Lewis Hamilton. Mercedes lijkt er beter in te zitten dit weekend. En we gaan kijken of Lewis Hamilton weer een overwinning kan pakken hier op Silverstone. Welkom op het gebied van Silverstone. En ik moet je heel eerlijk vertellen, dit is één van mijn favoriete circuits. Er zit een heerlijke flow in. Maar vooral ook heel veel hoge snelheidsbochten. Er is natuurlijk niks vetters dan dat. Echt een klassiek circuit. Op een oude vliegbasis. En dit is er zeker eentje die op mijn bucketlist staat. Ik wil heel graag hier naartoe. Volgend jaar staat enigszins op de planning. Moeten we heel even kijken of we daar dan kaartjes voor kunnen krijgen. In ieder geval dat het redelijk betaalbaar is. Dit is hem dus vandaag. En ik moet zeggen, de derde vrije training ligt net achter ons. Die heb ik net nog gekeken op tv. Het ziet er goed uit voor Red Bull. Laten we daar heel even eerlijk over zijn. Max Verstappen met bijna een halve seconde voorsprong op de nummer 2, Checo Perez. En de nummer 3, Charles Leclerc, ook een halve seconde. Dat ziet er goed uit, maar er kan altijd nog regen komen die wat roet in het eten gooit. We gaan het zien hoe het zich gaat uitpakken tijdens de kwalificatie. Ik hoop natuurlijk dat de Max Verstappen pakt. Maar ook Mercedes, wat ik al zei, lijkt het er gewoon beter op te zitten dit weekend. En we gaan proberen om de race te winnen met Lewis Hamilton. Ze hebben in ieder geval minder last van porpoising. Kijken hoe dat gaat uitpakken in deze race hier in de F1 22. Dan kijken we nog heel even naar de setup. En ik heb deze setup van racinggames.gg. Hieronder in de beschrijving dus een linkje naar die setup. En uiteraard ook de setup zelf. We gaan dus voor een relatief lage downforce setup met front wing aero op 12 en rear wing op 16. De transmission 90% on throttle, zorgt voor meer stabiliteit uit de bochten en 54% off throttle voor wat meer rotatie. Dan de suspension geometry min 2.5, min 1, 0.05 en 0.20. De suspension 1, 2, 2, 5. En 2, 3 met een kleine rake dus. En de remkracht hebben we hier op de volle 100% staan met een front brake bias van 50%. Maximale stopkracht dus. Mocht jij met ABS uitrijden, ik rijd met ABS aan, dan zou je hier nog wat in moeten schipperen. Zodat je voorkomt in ieder geval dat je lock-ups krijgt. En vervolgens bandenspanning 23.2 voor en 23.0 psi achter. Dit is de setup. Laten we gaan racen. En ook van de eerste plaats dus met Verstappen naast ons, dat beloofd wordt. En we weten hem achter ons te houden. Een goede start. Dat heb ik nog niet heel vaak gezien in Formule 1 22. De starts zijn echt een stuk moeilijker gemaakt. Wat het natuurlijk wel een stuk leuker houdt. Je merkt ook in echt Formule 1, start is natuurlijk cruciaal. En niet dat een race daar gewoon op verloren kan worden. Maar het heeft zeker een grote impact op het verloop van de race. En dus mag dat best uitdagender gemaakt worden. Ook dat is een skill die je moet masteren natuurlijk. Het gaat dus steeds beter. We zijn absoluut nog niet waar we willen zijn. 2 Red Bulls achter me. Tijdens time trial kan je dit doen door te liften. Kopscorner. De beruchte corner natuurlijk. In de race zou je daar toch wel heel even terug moeten naar de 7. Superweg omdat je met de volle tank benzine rijdt. En dat maakt het gewoon een stuk trickier. We blijven nog vlak achter ons. 15e. Nou, deze kan je in principe redelijk makkelijk in de 6 pakken. En daar zet ik de deur wagenwijd open. Dat was ook een klein foutje. iets meer een verdedigende lijn gaan rijden. Anders gaan ze langs zij. En we moeten er ook rekening mee houden dat vanaf de volgende ronde is er natuurlijk DRS. En dat zou ons nog best wel eens kunnen killen. We proberen natuurlijk dat gat van 1 seconde zo snel mogelijk te trekken, maar moet ik wel iets beter gaan rijden. We zijn er in ieder geval nog niet. Oh, klein moment waarbij we toch buiten de baan gaan. Yes. We lijken nu toch redelijk losgetrokken te zijn. Even 3 seconden. En ik durf dus best wel met een lage setup hier te rijden. Omdat het circuit van Silverstone is redelijk vlak. Weinig bumps ook. We rijden met een kleine reek. Maken we weer vol gebruik van de batterij natuurlijk. Hier bij 50 meter insturen. Terug naar de 4. Wil ik zeggen, als je daar begint bij insturen bij de bocht, dan laat je hem een beetje naar het midden van de baan gaan en dan weer strak insturen. Gaat begint de goede 1,5 seconde inmiddels. Dat komt precies uit hier. Het is nog heel even op zoek gaan naar de juiste moeilijkheidsgraad. Zonder setup reek deze met de 80. Ja, had ik het toch wel erg lastig. Nu rijden we ook 80, maar met een setup. En je ziet wat het verschil is. We kunnen nu, nou, heel makkelijk wil ik niet zeggen, maar we kunnen nu weer toch wat makkelijker wegrijden bij de concurrentie. Ze lijken wat terug te komen. Had 1,3. In ieder geval echt een goede exit. Dit blijft toch altijd wel ook een beetje een rare bocht hoor, omdat je hem wat blind moet nemen. En deze neem ik niet heel lekker. Hopelijk kost het ons niet te veel. Minder porpoising dus voor de Mercedes boys. En je ziet ook wel, ze staan er gelijk een stuk beter bij. Zowel George Russell als Hamilton. Betekent toch een stuk minder last te hebben. Wat alleen maar goed is natuurlijk. We willen zoveel mogelijk teams voorin zien strijden. En uiteindelijk natuurlijk Max Verstappen kampioen. Laten we alsjeblieft niet vergeten dat Charles Leclerc ook een geweldig seizoen rijdt. Het is niet dat ik hem niet gun, maar ja, het is en blijft Max Verstappen natuurlijk. En dan moet je iedere dag je A-game brengen. Gewoon brengen. Laatste ronde dus. Hier snel upshiften voor maximale grip. En hier trekken we die batterij nog 1 keer leeg. Gat 1,4. Gaan we weg naar kopscorner. Waar heb ik mee te insturen? Dit is misschien wel het meest tricky gedeelte. Die verloor ik in de afgelopen jaren toch wel erg veel tijd in de race. Ik begin hem iets beter onder de knie te krijgen, maar er ligt nog wel wat ruimte voor verbetering. Hier bij 70 meter, vol in de ankers. Hier ook vroeg opschakelen naar 4. Bam! En dat was hem. Dat was een race op Silverstone met bij een low downforce setup. Ik heb deze voor racinggames.gg. Hieronder in de beschrijving vind je de setup en ook een link naar de setup, mocht je die willen gebruiken. Ik ben er redelijk tevreden over. De auto is stabiel genoeg, topsnelheid. Weet uit de buurt te blijven van de Red Bulls natuurlijk, die hier naast ons staan. Zowel Checo Perez als Max Verstappen. En Lewis Hamilton, succes voor deze meneer. Wat gaat het dit weekend brengen? Ik heb geen idee. Ik hoop toch dat Mercedes een mooi weekend tegemoet gaat. En wellicht Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell samen op het podium. En dan George Russell inruilen voor Charles Leclerc. Dan hebben we ook gewoon 3 teams op het podium staan. Dat zou erg mooi zijn. En hier natuurlijk de celebrations. Lewis Hamilton, gaat het dit seizoen nog gebeuren? Gaat hij een race winnen? Ik weet niet, we gaan het zien. Ze hebben in ieder geval de stijgende lijn te pakken bij Mercedes. En laten we het hopen. Het is leuker voor het seizoen natuurlijk. En ook leuker voor zo'n legende. Een 7-voudig wereldkampioen. Die het vuur aan de schenen heeft gelegd bij Max het afgelopen seizoen. En vice versa, laten we dat niet vergeten. Voor nu, heel veel plezier bij de race van zondag op Silverstone. En laat weten wat je van deze setup vindt. En als jij een betere setup hebt, drop ze hieronder in de comments. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.